Daar zijn we weer. Welkom in de deelsessie Toekomstbestendig Waterbeheer. Leo Apon en Charlotte van Erp Taalman Kip, die gaan jullie hier straks in de studio meer over vertellen. Alle ins en outs over dit onderwerp. We wachten nog even op Bart Mol, die vanuit huis er is. Maar we hebben nog geen contact net met hem, maar dat wachten we gewoon eventjes af. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Zoals ik net eigenlijk al vertelde, vinden we uw input heel erg belangrijk. Dus gebruik vooral de chatfunctie. Schrijf daar al uw vragen in. Dingen die u belangrijk vindt, dingen die aan de orde moeten komen. Zet ze daar vooral in. En we proberen ze hier de uitzending in te krijgen. Misschien met u erbij. Dus dat zullen we eventjes aan u vragen. Om dan eventjes camera aan te zetten en een microfoon aan, zodat we u kunnen horen en zien. En dan kan u zelf uw vragen hier stellen aan de mensen in de studio. Ik wil het woord geven aan Leo Apon. Ja, dankjewel. Wij nemen u mee in klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit. Alleen samen kunnen we dat doen. En daarom gaan we niet alleen zenden vandaag, maar willen we ook het een en ander bij u ophalen. En willen contacten leggen om samen die problemen aan te pakken. En over wat voor problemen hebben we het dan? En dan gaat hij weer de verkeerde kant op. Ja, nu gaat het wel goed. De belangrijkste uitdaging waar u en wij voor staan is natuurlijk de klimaatverandering. Zeespiegelrijzing, zeer actueel in dit gebied, want wij zitten onder de zeespiegel. Maar we hebben ook te maken met bijvoorbeeld de vernietiging van natuur, biodiversiteit en de crisis waar we nu in zitten, is er zo eentje. Pandemieën zullen waarschijnlijk meer voor gaan komen als we onze houding ten opzichte van natuur niet gaan veranderen. Die problemen, die uitdagingen, dat is geen ver van mijn bedshow. Dat ondervinden we in ons werk als waterschap en u zult dat ook inmiddels zien en ondervinden. Bijvoorbeeld periodes met veel hoogwater, ondergelopen straten en tunnels zoals hier, maar ook oogsten die mislukken. Tegelijkertijd natuurlijk periodes met droogte. Afgelopen 3 jaren waren daar een goed voorbeeld van. Waterkwaliteit die onder druk staat. We hebben steeds meer blauwalgenproblematiek. Ja, dan wil je net zwemmen. En dan komen daar die blauwalgen. En natuurlijk allerlei ziektes en plagen en exoten die ons het leven zuur maken. Dus we hebben er nu al mee te maken. We hebben overal drie hoogover doelstellingen geformuleerd. Die eerste die gaat over onze milieu-impact. Die broeikasemissies die moeten gewoon naar nul. Het is niet anders. Ten tweede, het klimaat dat verandert. Dus we zullen ons aan moeten gaan passen. Daarin gaan we u meenemen. En we moeten iets met vergroening en biodiversiteit. Nou, deze thema's zullen we nader aan u toelichten. Oké. Okay. En dat is Charlotte. Charlotte, jij gaat ons wat meer vertellen. Ja. Om de uitstoot, ik zie de prestaties verdwenen, maar ik ga gewoon vertellen. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, zetten we in op energiebesparing en duurzame energieopwekking. We kiezen daarvoor voor een regionale aanpak. En onze inzet in de regionale energiestrategie is het volgende. Uiterlijk in 2030 wil het waterschap energie-neutraal zijn. Er zit een mooie foto van een aantal zonnepanelen op een reservetrein van onze zuiveringen, waar de eerste nu van gerealiseerd zijn. We onderzoeken waar onze gronden en assets kunnen bijdragen aan de duurzame energieopwekking, mits we goed en veilig waterbeheer kunnen waarborgen. En we kijken ook naar de duurzame inzet van ons eigen biogas. We staan open voor participatie en samenwerking voor die duurzame energieopwekking met derden. Denk aan zonne-energie en windenergie. Maar dat wil niet zeggen dat alles overal ook kan. We staan voor goed waterbeheer en we houden onze waterdoelen ook hoog. Even kijken of die... Ja, dit is de volgende. Daarbij komt dat we onze klimaatdoelen alleen kunnen realiseren als we naast de energietransitie ook inzetten op een circulaire economie. Uit een analyse die we hebben laten uitvoeren blijkt dat de grootste circulaire kansen bij ons liggen bij het programma Waterveiligheid en Wegen. En dat komt omdat daar de meeste grondstoffen worden gebruikt met de grootste milieu-impact. Omdat de circulaire economie voor ons verder gaat dan alleen het recyclen van grondstoffen of terugwinnen van grondstoffen, zetten we ook in de nog uit te werken strategie flink in op circulair ontwerp
circulair beheer en onderhoud en circulair inkopen. Ondanks dat circulaire economie nog een relatief nieuw beleidsterrein is, wordt er in het land, maar ook door ons, al volop gepionierd. Ook de komende jaren willen we samen met u verder pionieren, kennis ontwikkelen en samenwerken om de circulaire economie in deze regio tot een succes te maken. Oké, dankjewel Charlotte. Mooie ambitie heb jij genoemd. Nou, we hebben nog iemand die wat gaat vertellen en die doet dat vanuit huis. En dat is Bart Mol, die gaat over de ruimtelijke klimaatadaptatie. Dus Bart, kom er maar in. Dan wil ik het woord aan jou geven. Ja, daar ben je. Je mag het woord. Ben je daar? Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Doet je het? Ja, hij doet het. Je bent er. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, je loopt vast, je beeld loopt vast, want je knippert ik wil een eerste kans. Ja, we horen je wel, dus je kan in elk geval gaan beginnen. We ja, luisteren naar je. Ik had al wat technische problemen hier. Ik wil heel even teruggaan in de tijd. 2018 is het Delta-programma ruimteadaptatie hier vastgesteld. Het doel van het Delta-programma is gevolgbeperking voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Wij als waterschap hebben in 2019 de routekaart ruimteadaptatie vastgesteld. In die routekaart hebben we eigenlijk drie speerpunten benoemd. Dat is voldoen aan de ambities, de 7 ambities van het Delta-programma. Daarnaast vooraan in planprocessen aanwezig zijn om klimaatadaptatie te borgen. En daarnaast als derde samenwerken met andere overheidsinstanties en belanghebbenden. Nou, wat we nou in het waterbeheersprogramma willen verankeren de komende tijd is het verder uitwerken van die routekaart. Alleen dan natuurlijk voor een korte periode. Nou, wat zijn we dan van plan? Wij zijn van plan om ruimteadaptatie verder te borgen binnen de organisatie. Nou, dus het klimaatadaptief handelen moet in het DNA zitten van al mijn collega's. We willen het verder borgen van klimaatadaptief bouwen. Dus klimaatadaptief bouwen ook borgen binnen de organisatie het beleid opnemen. En daarnaast willen wij ook kijken naar technische mogelijkheden, bijvoorbeeld naar het langer vasthouden van water om droogte tegen te gaan. En dat zijn een van de speerpunten. Wat belangrijk is in dit onderwerp is samenwerken met andere partijen, zodat we klimaatadaptatie kunnen borgen binnen die planprocessen, dus dat we maatregelen treffen op tijd. Want we treffen maatregelen meestal voor een lange periode, dus als we dat goed borgen met z'n allen, dan zijn we klaar voor de toekomst. En daarnaast zijn we van plan in de komende periode ook een soort netwerk, verdere netwerk op te bouwen met andere partijen die ook dezelfde belang hebben. Dus vooral samenwerken en samen verder komen om ons waterschap, ons werkgebied klimaatadaptief te maken. Ja. Nou, dat zijn hele mooie plannen. Daar wil ik het wel even bij laten. Ja, dank je wel. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk verstaanbaar ben. Ja, het was af en toe een beetje goed luisteren, maar volgens mij hebben we het allemaal wel kunnen verstaan, denk ik. Ja, maar een mooi verhaal ook. Ik hoorde veel samen en samenwerken. Nou, dan zit je hier natuurlijk op de juiste plek met de juiste mensen die hier naar kijken. Dus ik denk dat die wel het een en ander zullen verwachten. Ik heb ook een vraag in de chat voorbij zien komen van Gerard Litjes. Nou, die hebben we net voor me ook gezien van het Wereld Natuurfonds. Hij wil ook graag in beeld komen. Even kijken. Ja, daar is Gerard. Gerard, je kan je vraag stellen. Ja, nou, ik heb twee vragen eigenlijk die heel veel te maken hebben met dit onderwerp. En de eerste is wat wij noemen nature-based solutions, klimaatbuffers. Eigenlijk oplossingen zijn waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. Maar ik maak ook mee in de dagelijkse praktijk dat mensen van het waterschap zeggen, ja, we hebben hier eigenlijk in een gebied geen opgave. Terwijl de opgave juist zowel voor hittestress als waterkwaliteit, als vismigratie, als natuur een geweldige oplossing zou kunnen zijn. Dus ik vroeg me af, hoe zit dat dan? Oké, we gaan die vraag eventjes hier stellen. Wie van jullie twee wil reactie geven? Okay. Ja, natuurlijk wel. Ja, tuurlijk.
Ja, ik denk dat klimaatbuffers dat een prima oplossing kan zijn daar waar we inderdaad opgaves hebben. Bijvoorbeeld wateroverschot, droogteproblematiek en dergelijke. Het is een manier om meer mee te gaan werken met de natuur in plaats van er tegen te vechten. Ja, we zullen toch veel meer onze taken moeten gaan vergroenen met elkaar. Klimaatbuffer is een mogelijkheid daarin. Ja. Dus daar willen we zeker in meedenken. Ja. Oké, okay, goed. Dankjewel, Leo. Volgens mij was er nog een vraag van Gerard. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Volgens mij had je twee vragen. Ben je daar weer? Ja, daar ben je weer. Had je nog een vraag? Ik heb nog een vraag. Ja, dan ben ik te horen. Ja. Recentelijk is in de media het idee van onderzoekers in de Zuidwestelijke Delta aan de orde gesteld over de zogeheten dubbele dijken. He, dus een waterveiligheidsstrategie die gecombineerd is met ruimtelijke ontwikkeling en schelpdierenkweek en sedimentatie, het voerland ontwikkelen. Ook eigenlijk in wezen een klimaatbuffer, maar dan in combinatie met een slimme dijkversterking. Hoe kijkt het waterschap daar tegenaan? Oké, okay, dat is een mooie vraag. Ja, ja, dat is een van de manieren om de waterveiligheid te garanderen. Het mooie van deze oplossing is natuurlijk dat die integraal is. En dat het mes aan meerdere kanten kan snijden. Dus ja, we gaan deze oplossing ook zeker bekijken daar waar dat nuttig en noodzakelijk is. Er moet natuurlijk wel voldoende slip aanwezig zijn in het water. Anders gaat deze oplossing natuurlijk niet werken. Dus hij zal niet overal zal het een goede oplossing zijn. En het is ook niet eentje die wij zomaar als waterschap zelf uit de kast kunnen halen. Ook daarvoor is weer een stuk samenwerking noodzakelijk. Oké, okay. Nou mooi. Mooi dat jullie het zo meenemen. Er is nog een vraag in de... Dankjewel Gerard trouwens voor je vraag. Ed van Wijk die heeft ook een vraag en wil ook wel in de uitzending komen om zijn vraag te stellen. Ik ga eens even kijken of hij er aankomt. Hij komt eraan. Ik weet niet precies helemaal waar hij vandaan moet komen. Maar daar is hij. Dag Ed, stel je vraag maar. Even een geluid wordt aangezet. Even kijken. Nee, we horen nog niks. Allemaal techniek is dit, zo gaat het. Dit hoort er ook altijd bij. Dat houden we altijd rekening mee. Maar ik hoor geluid volgens mij. Ed, ja, ben je daar? Nu wel. Ja, fijn. Okay. Welkom in de uitzending. En stel je vraag. Mijn vraag was iets minder verstrekkend dan de vorige. Maar ik werd gesproken over een energie-neutrale zuivering. En dan vooral in 2030 zou dat voor elkaar moeten zijn. Hoe groot is die bijdrage die je dan levert in termen van energieopwekking, terajoules en of CO2-reductie? Dat was het. Ja, korte vraag. Kijk, volgens mij zou Hans, klopt dat? Hans Jouffour zou daar misschien reactie op kunnen geven. Ja. Ja, dat gaat eventjes in de chat, want dat is een goede vraag, Ed. Dankjewel voor je vraag trouwens. We hebben iemand nog op afstand aanwezig, dat is Hans Jouffour. En die zou misschien ook reactie kunnen geven daarop. Ja, ik kan het zelf niet zien in de chat, maar ik hoor dat hij daarin gezet is. Dus het antwoord staat daarin genoemd. Ik ben ook eigenlijk wel nieuwsgierig wat er gezegd is. Maar goed, iedereen, u kan het in elk geval allemaal zien. Ja. Nou, volgens mij nu geen vragen meer. Maar ja, kan me ook voorstellen, jullie zijn heel erg bezig met deze inhoud. En, ik had nog een klein stukje presentatie. Ja, oh, nou, dus. Dan gaan we dat moment meteen gebruiken. Daarom? Om jou het vervolg van je presentatie eventjes te laten zien. Dus dat, dan moeten we even alles klaarzetten. En dan kan je gaan beginnen. Ja, vergroening en biodiversiteit hadden we, het was wel even aangetipt. Maar ik wil er toch nog even iets meer op ingaan. Vergroenen en meer mee gaan bewegen met de natuur, dat is een uitdaging. Wat we moeten gaan doen is waterkringlopen weer zien te herstellen. En de sponswerking van bodems, zowel in stedelijk als landelijk gebied, weer gaan herstellen. En dat is natuurlijk best een uitdaging. Daarnaast zijn we als waterschap natuurlijk eigenaar en beheerder van deze wegberm bijvoorbeeld, maar ook van duizenden kilometers dijk, watergang, waterbergingsgebied, we hebben terreinen. En die vormen een groen netwerk samen met de bezittingen van andere partijen als gemeenten, maar ook agrariërs. Dat vormt tezamen een groen-blauw netwerk. En
een van de ambities zal zijn uit het waterbeheerprogramma om dat groene netwerk met elkaar te gaan versterken. Daarvoor moeten we stappen zetten met elkaar. En als waterschap hebben we nu een eerste stap gezet. En dan klik ik hem even door. Van het najaar hebben we een groenvisie gemaakt, buitengewoon groen. En dit is een tussenstap naar een nieuw groen beleidsplan. Dat groen beleidsplan, of een nieuw, het eerste groene beleidsplan van dit waterschap, wel te verstaan. Dat zal dit jaar vastgesteld worden in onze Verenigde Vergadering. Deze groenvisie is naar een groot aantal partijen gestuurd. Gemeenten, recreanten, natuurorganisaties, landbouworganisaties enzovoort enzovoort. Mocht u deze visie ook willen hebben en niet hebben, geef het even door in de chat, dan sturen wij deze nog toe. De uitwerking daarvan en zeker de hogere doelen gaan landen in ons nieuwe waterbeheerprogramma. Dus dat wilde ik nog even toevoegen. Mooi, mooi. En hoe is dat eigenlijk? Daar ben ik toch nieuwsgierig naar. Hè? Want jullie zijn heel erg voorstander van dingen nu samen te doen. Zoals dit vanmiddag. Is het ook op deze manier tot stand gekomen, deze groenvisie? Ja, nou, wij zijn nadrukkelijk met allerlei omgevingspartijen nu in gesprek. We hebben natuurlijk die groenvisie toegestuurd naar een groot aantal partijen. We hebben heel veel reacties daarop gehad. Daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn ook bezig om met veel partijen nu overleg te gaan voeren en te kijken van, hey, waar raken onze belangen elkaar? Hoe kunnen we samenwerken? En dat willen we de komende jaren uit gaan bouwen. Zo willen we bijvoorbeeld samen met de omgevingspartijen landschapsplannen op gaan stellen, waarin we de zowel landschappelijke kwaliteiten in het gebied als de biodiversiteit verder gaan vastleggen, zodat we een soort ruimtelijk kader hebben met elkaar, samen met die gemeente en die omgevingspartijen, zodat we weten hoe het landschap er de komende jaren uit moet gaan zien. Dus, ja. Ja. Oh, dat zijn mooie, mooie plannen. Ja. Charlotte, ik wil even ook naar jou. Je hebt natuurlijk een mooie inleiding gegeven. Zijn er bepaalde dingen waarvan je zegt van, ja, dit zou ik ook echt heel graag nog willen weten? Of van de samenwerkingspartijen. Dingen waar je, nou ja, waar jij echt het plan nog beter voor mee zou kunnen maken. Ja, ik heb natuurlijk al even gezegd dat circulaire economie een vrij nieuw beleidsterrein is. En dat eigenlijk alle partijen daar waar we mee samenwerken ook wel mee stoeien. Iedereen zit in diezelfde onderzoeksfase. Wat is het eigenlijk precies? Er gaan meer dan 100 definities rond op internet. Ja, daar begint het natuurlijk al mee. Van waar hebben we het precies over? Waar hebben we het over, ja, precies? Ja. En die ambities of die definities zijn soms heel smal, soms wat breder. Dus dat zal een gezamenlijke zoektocht zijn. En ook die eerste stappen zetten. Het zal echt nog heel erg, wat ik ook net zei, heel erg pionieren, experimenteren en gezamenlijke kennisopbouw zijn. Ja. Maar ik denk ook zeker met mede-overheden dat we ook een gezamenlijke inkoopkracht hebben om circulaire economie door duurzaam opdrachtgeverschap echt van de grond te krijgen. Dus ik denk zeker mede-overheden, dus provincie, gemeente, die net zo stoeien met het thema, dat we daar elkaar kunnen vinden. Ja, de krachten bundelen. De krachten bundelen. Ja. En ik ben ook heel benieuwd hoe andere mede-overheden of andere partijen dit thema oppakken. Ja, precies. Ja. Nou, misschien ook een uitnodiging om dat in de chat ook te zetten. Dus even vertellen, wat is uw ervaring, wat uw ideeën erover? En laat het aan ons weten, want dat zijn mooie dingen om het plan te verrijken natuurlijk. Dus een vraag voor Leo van Etla Weber. En de vraag is of de partijen die hebben ingesproken op de groenvisie waar jij het net over had, ook kunnen inspreken op het groenbeheerplan. Dat is weer wat anders, hè? Je hebt dus een groenvisie en een groenbeheerplan. Er komt een groen beleidsplan. Ja? Daar is geen nieuwe participatieronde in opgenomen op zich. Het is wel zo, we zullen natuurlijk die partijen allemaal nog het concept wel toesturen, uiteraard. En er zijn allerlei wegen natuurlijk om alsnog daar wat van te vinden natuurlijk. Maar feitelijk hebben we de echte participatieronde. Kijk, je wil ook als partij, omgevingspartij, wil je vroeg in het proces gekend zeker worden. En ja, dat hebben we op deze manier gedaan. Ja. We zullen zeer zeker ook, als dat groen beleidsplan er ligt, dan begint het natuurlijk eigenlijk pas. En dan begint natuurlijk pas echt de samenwerking met de verschillende partijen. En ja, alleen kunnen we dit niet. Het landschap is van ons allemaal. Dus dat wordt echt een uitdaging om dat met elkaar te gaan doen. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Nou, ik hoop dat het een goed antwoord is voor Ed. Anders horen we het vanzelf.
de andere Ed van Wijk had al eerder dus de vraag gesteld. Ik ga hem eventjes herhalen, want hij staat in de chat. Is de energie-neutrale zuivering in 2030 in cijfers te vangen? En wat is de bijdrage in energieopwekking en of CO2-reductie? En er is een antwoord gegeven in de chat. En die ga ik ook nog eventjes hier zeggen. Zodat we het in elk geval met z'n allen kunnen delen. Dus een antwoord vanuit het waterschap is. In 2019 wekte het waterschap 52% van de energie op die zij nodig had voor het waterbeheer. Dus dat even als reactie op de vraag van Ed van Wijk. Ed, dank je wel ook voor de vraag. En Ed Lafeber natuurlijk ook voor de vraag aan Leo. Er zijn op dit moment geen vragen, dus maar... He, zeg het vooral, dingen die u opkomen. Het hoeft niet een vraag te zijn, het kan ook een opmerking zijn. Zet het er maar gewoon in en dan wordt het allemaal meegenomen. Ja, zijn er nog dingen die jullie willen toevoegen? Dingen die jullie belangrijk vinden? Nog even de nadruk willen geven misschien? Even diep denken. Alleen samen kunnen we het doen. Dus, ja, precies. Ja. Belangrijk om gezamenlijk deze uitdagingen waar we staan aan te gaan pakken. Ja. En, ja, in die zin, we moeten... Een oproep in elk geval om vooral mee te gaan doen. Ja. Ja, nou, dat is volgens mij een hele mooie. Er komt een vraag binnen van Diederik Duijser, die ook graag de uitzending in wil. Nou, dat vinden we leuk, dat we eventjes kijken of we verbinding kunnen krijgen met Diederik Duijser. En dan kan hij zijn vraag even live stellen aan Charlotte of aan... Ja, hij is er. Fijn. Diederik, daar ben je. Je bent in beeld. Gaan we eens even kijken of we je ook kunnen horen. Ja, kan je even wat zeggen? Even kijken of we je kunnen horen. Ben je daar? Nee, we horen nog niks. Hè? Wel een mondbeweging, maar nog geen geluid. Volgens mij nu wel. Je bent er. Diederik, welkom in de uitzending. Waar ik nieuwsgierig naar ben... is welke plek de kwaliteit van het stedelijk water gaat krijgen in het waterbeheerplan. Ik weet dat in het RAO Rijn-West kader richting water daar veel aandacht voor is. Dus vandaar deze vraag. Ja, daar kan ik wel een antwoord op dichten. Stedelijk water gaat weer een belangrijke plek krijgen. In het verleden hebben we met elkaar, met gemeentes, al de nodige plannen gemaakt. Dat is een tijd wat in het slop geraakt, kan niet anders zeggen. We gaan dat weer oppakken. Het is belangrijk, juist in de woonomgeving van mensen, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld hittestress, als het gaat om wateroverlast, als het gaat om algeproblematiek, juist in de stedelijke omgeving zien we daar de effecten van. Dus juist in stedelijke gebieden worden we daar het eerst mee geconfronteerd. En daar wonen ook de meeste mensen die daar ook het meeste last van hebben. Dus stedelijk water zal een belangrijk speerpunt gaan worden in ons nieuwe waterbeheerprogramma. Oké, is dat een goed antwoord op je vraag, Diederik? Of heb je nog meer? Wil je nog meer weten misschien? Nee, een helder antwoord. Oké, nou goed. Dankjewel voor je bijdrage. Heel goed. Er is nog een vraag gesteld, maar we denken dat die misschien naar ronde 2 beter geplaatst kan worden. En dat is, ik zal hem toch wel eventjes noemen. Kunnen we iets verzinnen om meer robuust te worden rond de zoetwaterinname? En dat is ook een mooie vraag, maar die gaan we eventjes doorspelen. Dus die houden we nog eventjes in ons zak zitten. Dus die komt later weer naar voren. Volgens mij zijn er op dit moment geen vragen meer in de chat. Nee, dus volgens mij is het allemaal wel duidelijk. Ja, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat u denkt van dat het nu allemaal goed is, maar dan straks na deze uitzending of morgen en u bent weer lekker aan het werk en ik van oh ja, dat is waar. Dit is eigenlijk ook nog wel even belangrijk om mee te geven. Dan zijn we daar nog altijd nieuwsgierig naar, want aan het plan wordt nog volop geschreven. Dus aan het einde van de uitzending zullen we even een e-mailadres geven waar u dat naartoe kan e-mailen. Of we zullen het ook even in de chat zetten. Maar er komt nog een vraag binnen, zie ik. En dat is een vraag van Ed van Wijk. Hij komt eraan. Ik zit ook te kijken. Ja, Ed is ook in de uitzending, zie ik. Ed, even kijken of we jou kunnen horen. Ben je daar? Qua geluid ook? Kan je even wat... Nee, ik zie je mond bewegen, maar ik hoor niks. Er wordt nu eventjes aan het geluid gewerkt, dat we je ook horen. Ja, oh, je kan jezelf even... Ja, daar ben je. Oké, okay. We hebben wel eens vaker gevraagd, meten is weten, zo gaat het gezegd. En dat geldt natuurlijk zeker voor waterkwaliteit.
We hebben op Goeree-Overflakkee behoorlijk wat meetpunten. Maar niet al die meetdata is openbaar. En dat is, ja, dat is toch jammer voor een overzicht van waar de knelpunten zitten. Er wordt er gewerkt aan een meer openbaar beleid in deze. En komt er ook een uitbreiding van het meetnetwerk naar de kleinere waterlichamen. Ed, vertel. Ja, die is voor mij. Ja, die is voor jou. Vraag. Ja. Ja, bij mijn weten zijn de meeste data wel openbaar en beschikbaar. Dus ik denk dat we even contact met elkaar moeten hebben hoe we dat dan... want de meeste kan via internet gewoon gedownload worden. Mocht je data missen, nou laat het ons dan even weten. Bepaalde, dat kan. We werken niet aan een uitbreiding van ons meetnet. Meten is een dure aangelegenheid. Daar gaat echt heel veel geld in om. En ja, wij moeten keuzes maken. We kunnen niet in elke sloot, want we hebben nogal wat sloten, een meetpunt liggen. Dus daar zijn we keuzes. Maar we hebben zowel in grote watergangen als kleine watergangen echt een representatieve set van watergangen hebben we meetpunten liggen. En dat willen we ook zo houden. We willen ook niet, natuurlijk, als je natuurlijk een goede trend wil bepalen, dan moet je ook niet continu gaan wisselen met die meetpunten. Dus die liggen redelijk vast. En we kunnen ja, tot 1980 zo ongeveer terug om trends te bepalen. Er zijn heel veel punten die dus echt maandelijks op deze manier worden bemeten. En dat is een hele waardevolle dataset, waarin we dus nu ook bijvoorbeeld die effecten van die klimaatverandering terugvinden. Dus geeft dat een antwoord op je vraag, Ed? Zeker, zeker, ja. Ja. Oké, dankjewel voor je vraag, Ed. Ik heb nog een vraag aan Leo. Ja, ik hoor wel altijd Leo. Ik wil eigenlijk ook een vraag aan jou stellen. Maar ja, ik heb hier een vraag die echt voor Leo is. Dus misschien komt er nog eentje voor jou kopen. Is er ook een soortgericht beleid opgenomen in het kader van het waterbeheerprogramma, in het kader van biodiversiteit? We hebben het net al even gehad over die biodiversiteit. Maar kun je daar iets over vertellen? Nou, we zijn nog niet met een soortgericht beleid bezig. We zijn nu vooral aan het kijken van hoe kunnen we onze assets, hè, onze dijken, onze wegen, hoe kunnen we die op een goede manier beheren. Dus dan gaat het over ecosystemen, over groepen van soorten. We hebben nog niet echt een soortgericht beleid. We zijn nu aan het uitvogelen waar zitten nou al die bijzondere soorten. En als we natuurlijk bepaalde rode lijstsoorten of hele bijzondere dingen tegenkomen, ja, dan gaan we natuurlijk daar ons wel op richten. En inmiddels uit de contacten die we opgedaan hebben afgelopen jaar, met name met allerlei natuurclubs, blijkt dat er hele bijzondere bijenpopulaties bijvoorbeeld voorkomen op dijk hier op IJsselmonde. Bijzondere kevers. Er blijkt veel meer voor te komen dan we eigenlijk gedacht hadden. En samen met die club zijn we nu aan het kijken hoe we het beheer aan kunnen passen. Dus er is nog niet echt een soortgericht beleid. Maar we zijn nu wel al gewoon in de praktijk maatwerk aan het leveren om te zorgen dat die soorten natuurlijk niet uitsterven. Nee, dus het is ja en nee. Ja, ja, precies. En we gaan van grof naar fijn. Eerst zorgen dat we het grote kader, het grote geheel op orde hebben. Ja, die 60.000 bomen, dat we daar een fatsoenlijk beheerplan voor hebben. Van lieverlee gaan we meer in detail en komen we bij het maatwerk en, ja, en die soorten. Nou, ja, mooi. Ja, goed. Nou, we gaan een beetje naar het einde toe, maar Charlotte, ik wil je toch nog eventjes, want nu heb je een groot publiek voor je neus, hè? Dus nu is het moment dat je direct contact met ze kan leggen en dat je nog iets aan ze kan vragen. Dus ik ga hem toch nog eventjes aan je stellen. Is er nog iets wat je echt direct aan de mensen thuis zou willen vragen? Nou, mocht iemand van jullie bezig zijn met circulaire economie en daar al een fantastisch mooie strategie op hebben, dan ben ik heel erg geïnteresseerd om die eens te lezen. Ja. En zo nodig daarover te praten. En hoe kunnen mensen bij jou in contact komen met jou? Ze kunnen mij mailen, maar ze kunnen misschien ook wel even naar het mailadres van het waterbeheerprogramma. Misschien is dat het meest gemakkelijk. Ja, ja, dan komt het ook. Ik heb een lange achternaam, dus dat gaat. Ja, dus je hebt een hele lange achternaam, ja, dus daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Oké, dat is goed. Ja, nou, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen nu van onze eerste ronde van deze deelsessie over toekomstbestendig waterbeheer. Nou, leuk dat u er allemaal bij was en jullie hartelijk dank voor jullie informatie en het beantwoorden van de vragen. En nou, goed meegeschreven of in elk geval in je hoofd. Hoe gaat het nu verder? U kan nu een keuze gaan maken voor de tweede ronde, de andere deelsessie. Dus dan kan u weer kiezen
tussen de twee kamers die er zijn. Nou, ik heb net al verteld hoe het ging. Onderaan ziet u een balkje staan met icoontjes en dan kiest u voor de breakout rooms. En als u daarop klikt, dan komt er een pop-up en dan ziet u precies waar u uit kan kiezen. En met join komt u vanzelf in de goede kamer terecht. U kan ook nog heel even pauze nemen. Om iets van 3:50 gaan we weer verder. Dus als u er dan weer bij bent, dan zien we u graag weer daar. Dus tot zo.